Komen er binnenkort 50 paarden op straat te staan of niet? Dat is de grote vraag voor de eigenaren van het paardensportcentrum De Dijkgraaf uit Monster. 5 jaar geleden kregen ze het gebied aan plaats Langeveld tijdelijk toegewezen. En die tijd is nu voorbij. Uiteraard hebben we in eerste instantie wel het contract voor 5 jaar zijn we overeengekomen. Maar daarnaast is duidelijk de opmerking gemaakt vanuit de gemeente dat er mogelijkheid was tot verlengen op het moment dat hier niet ontwikkeld zou worden. Nou, je kunt je voorstellen dat in het kader van een bepaalde overgang dat de gemeente nog probeert om in overleg met de omwonenden daar een wat langere periode mogelijk te maken. Maar dan moet je eerder denken in een periode van weken dan van maanden. Maar zo makkelijk is het niet om een geschikte locatie te vinden. Het paardencentrum richt zich op een bepaald onderdeel in de paardensport, het mennen. En heeft daarom veel ruimte nodig. Ze hebben wagens, ze hebben tuigen, ze hebben een paard. Maar ze hebben ook de ruimte nodig om te kunnen rijden. Ik denk niet dat die paarden op straat komen te staan. Ik denk dat er voor die tijd wel een oplossing gevonden gaat worden.